Wie dacht dat Samantha de Jong het leven buiten de schijnwerpers wel prima vond, heeft het mis, want ze is terug. En ook nog eens in een behoorlijk stoute vorm. Eind vorig jaar had ze ineens bruin haar. Toen mochten we ineens geen Barbie meer zeggen tegen haar, maar dat mag schijnbaar ook weer. Ik hou het allemaal niet meer bij, maar dat doet Jordi Versteegden. Van de privéredactie wel. Goed dat je er bent, Jordi, want eind vorig jaar hadden we het over een transformatie. Toen was ze helemaal afgevallen, make-up en donker haar. En nu heeft ze een nieuwe baan in een ziekenhuis. Ja, maar het is ook niet meer bij te houden. Ook niet meer voor een journalist. Het is alsof ze iedere maand een gedaantewisseling ondergaat. Ja. Ik kan overigens ook niet stoppen. Ik ben dan wel homo, maar met kijken naar deze foto. Maar... ja, er leiden wat dingen af. Maar wat is het verhaal hierachter? Want nou, dit is haar nieuwe baan. Dit is de nieuwe Samantha. En dan niet als echte verpleegster in een ziekenhuis. Nou, dat gaan we allemaal voorkomen natuurlijk. Maar ze is onderdeel van de nieuwste party act van Nederland. Het zijn de zieke broeders. Zij gaan het land in. Natuurlijk met carnaval, want dat moet natuurlijk met zo'n outfit. Maar ook door het hele jaar heen. En Samantha krijgt haar een rol als zijnde MC. Oké, je hebt een stukje meegenomen van de clip. Laten we daar alvast even naar kijken. Zieke broeders. Ik denk een paar dingen. Ja. John Eubank heeft hier niet aan meegeschreven. Nee, die had even geen tijd. Dat is duidelijk. En dan heb je dus Barbie, maar dan heb je een tekenfilmfiguurtje in je clip. Dat is toch zonde? Ja, zonde eigenlijk, want als ze haar in die clip hadden gestopt, dan hadden ze meteen 2000 views gehad. Jammer. Ja, dat lijkt me. Maar is dat nou wel zo'n handige move? Want we hebben het natuurlijk hier gehad over haar drugsverslaving, over haar zelfmoordpogingen. En ze was zo lekker buiten die schijnwerpers en die zoekt ze nu dus toch weer op. Ja, dat vind ik ook heel erg gek. Dus ik ben weer even een rondje gaan bellen. Onder andere langs Jake, hè, haar ex-manager, die onder andere verantwoordelijk was voor die real-life-soaps die ze heeft gemaakt. Ik vroeg aan hem van, nou, hoe kan dit nou eigenlijk? Hè? Want ze heeft de opdracht gekregen in december na die opname in de kliniek van stop met publiciteit zoeken. Richt je nou eens even op jezelf, op je kinderen die je hebt. Ja, verder herstel, zei ze zelf ook op Instagram. Ja, en Jake die zegt van, ja, ik begrijp hier ook helemaal niets van. Mij is in december ook gevraagd door RTL, door al die artsen van stop met real-life soaps maken rondom haar, want ze heeft alle rust nodig. En nu doet ze toch weer dit. Dus het is voor iedereen om haar heen ook nog een beetje een raadsel. Ja, waar ik dan meteen aan denk, is geld. Misschien is het geld wel op. Dat kan. En ik zou zeggen, dan moet je er eerst een heleboel verkopen van die plaatjes. Ja. Maar goed, misschien hebben ze het geld geboden. Feit is, de aandacht trekt blijkbaar. En dit is natuurlijk nog niet meteen een nieuwe tv-serie. Nee. Maar goed, ze gaat hier wel mee het land in dus. Ja. Hoe ziet dat eruit? Ja, ik heb de manager van deze act gebeld en hij heeft het echt groots aangepakt. Ze willen echt iedere feesttent in Nederland af. En natuurlijk met carnaval, hè, dat komt eraan. In maart is dat. Ja. En dan gewoon het hele jaar door. En dan moet zij een beetje de kartrekker zijn. Hè, daar, als ze dat wil, dan is het haar natuurlijk gegund. Ja. Je zou ook kunnen zeggen, het is een teken dat het goed met haar gaat. Dat ze weer... Hè? Ja, en het gaat ook steeds beter met haar. Als ik tenminste haar Instagram-account moet geloven, dan moeten we dat natuurlijk niet helemaal zien als iets waar je aan kan zien dat het goed met iemand gaat. Een stukje van de werkelijkheid. Precies, een stukje van de werkelijkheid. Maar daar zien we wel een steeds grotere smaal op haar gezicht. Dus dat is goed. En ook de mensen om haar heen die ik spreek, die zeggen van, ja, het gaat echt steeds beter met haar. Mm-hmm. In april dan is er een nieuwe rechtszaak. Dan wordt bekend of ze ook haar kinderen weer wat vaker mag zien. Hè? Want die zijn nu nog bij Michael. Die is daar speciaal ook weer voor naar Nederland verhuisd. Woonde een tijd in Spanje. Dus die richt zich nu weer op haar, op de kinderen. En nou, ook Jake die zegt van, nou, langzaamaan wordt Samantha weer de oude. Dus dat is mooi om te horen. Hartstikke goed. Dus dan hebben we Jake gehad. We hebben Michael gehad. We hebben het over kinderen gehad. We hadden nog haar vriend of ex-vriend. Ja, Jeffrey Lake. Hè? Ja, die bedoel ik. De zanger met wie ze was toen ze die kliniek inging. Hij heeft er ook voor gezorgd dat ze daar kon zijn. Heeft hij heel erg zijn best voor gedaan. Nou, toen is het uitgegaan op het moment dat ze behandeld werd. Toen heeft hij gezegd van, ja, maar dan wil ik ook echt niets meer met je te maken hebben. Maar dat bleek begin dit jaar leek die speelregel alweer weg te zijn. Want ze hebben elkaar toch weer gezien. En ze zijn weer on speaking terms. Dus wellicht zit daar wel weer een relatie in dit jaar. En die zieke broeders die hebben over relaties gesproken een goede band met haar. Want die mogen dingen tegen haar zeggen die wij eigenlijk niet meer mochten zeggen. Ja, heel gek hè. Het zat hem in de kleine lettertjes in de hashtags bij die foto waarmee ze deze act aankondigden. Daar stond in één keer Barbie weer bij. En dat terwijl ze zo niet meer genoemd wil worden. Dus daar zal de eerste ruzie over gaan. Puntje van aandacht. Ja, precies. Ja. Oké. Okay. Nou, de tekst is in ieder geval niet al te moeilijk. Hoofd, schouders, knie en teen. Nee, dat kan elke mafkees meezingen. Nee, ik ga nog even werken aan het dansje, maar dat is ook zo geregeld. Nou, dat laten we buiten beeld. Maar ik dank jou wel zeer voor wat je verteld hebt. Jordi Versteegden.